Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandagochtend 22 juli. Er trekken momenteel nog vrij veel hoge wolkenvelden over Nederland, maar vanuit het westen breekt de zon steeds meer door. En vanmiddag wordt het een prachtige middag met flinke zonnige perioden. Vanochtend ligt de temperatuur zo rond de 19 graden en zijn er dus nog vrij veel wolkenvelden aanwezig. In het noorden, uiterste noorden, kan misschien nog wel een spatje regen vallen, maar ook daar wordt die bewolking geleidelijk aan dunner. En vanmiddag worden dan zo'n 24 graden aan zee en 29 graden in Limburg. ...bij een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het nog lang warm... ...met temperaturen ruim boven de 20 graden... ...zolang de zon boven de horizon staat. En vannacht daalt het kwik dan uiteindelijk... ...naar een graad of 15. Morgen tropisch warm in vrijwel heel het land. De temperatuur ligt tussen de 30 en 33 graden. Er waait een matige zuidoostenwind... ...en het is zonovergoten. Aan zee kan s middags wel een zeewind opsteken... ...en dat zorgt dan voor wat verkoeling. Woensdag en donderdag wordt het extreem heet in Nederland. De maximum temperatuur ligt tussen de 32... En 38 graden. De wind waait uit het oosten en er is veel zon en het blijft overal droog. Vanaf vrijdag kan het wisselvalliger gaan worden en neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.